allemaal, welkom bij Fem. Vandaag in deze video ga ik een aantal tips met jullie delen tegen onzuiverheden. En nu als je naar mijn gezicht kijkt, zul je wel denken van, heb jij wel onzuiverheden? Heb je er wel ervaring mee? En ik kan uit ervaring spreken, ja. Want ik heb zelf nu foundation op, maar als ik mijn foundation eraf haal, dan zul je zien dat ik helemaal geen porseleinen huidje heb, maar juist wel hele rode plekjes en af en toe wel eens lastig voor onzuiverheden. Nu schuilt het zich natuurlijk allemaal achter de foundation die ik op heb. Maar ik ga zo ook eventjes een stukje van een video laten zien hier in deze video. Waarin je kunt zien hoe mijn huid eruit ziet zonder foundation. Dus gewoon mijn naakte huid. Ik ga dus vandaag mijn tips tegen onzuiverheden met jullie delen. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, blijf dan vooral kijken. Nou, allereerst even een korte disclaimer. Ik ben geen huidexpert. Dus mocht ik iets verkeerd zeggen, dan mag je me best corrigeren hieronder in de comments. Maar val me niet aan, want ik ben natuurlijk, ik ben er niet voor afgestudeerd of zo. Ik zeg gewoon wat voor mij heel goed helpt. En ik zal daarbij ook nog eventjes vertellen wat voor een huidsoort of huidtype ik heb. Ik heb best wel een vettig huidtype. Ik word rondom mijn T-zone heel snel vettig. Maar op mijn wangen heb ik best wel een droge huid. Dus dit is snel al voeltrekkig aan als ik bijvoorbeeld een beetje een agressieve reiniging heb gebruikt. Maar dus de T-zone is vettig, hier ook op mijn kin en hier is het dan wat gevoeliger. En ik gebruik zelf voor mijn gevoelige acne, gevoelige huid, gebruik ik ook milde producten. Dus zoveel mogelijk milde producten. En die ga ik ook in deze video aan jullie laten zien, dus dat komt allemaal zo voorbij. Maar natuurlijk ga ik ook gewoon een aantal tips geven die voor mij heel erg goed werken. Mijn huid is dus niet zuiver. Ik heb geen last van bulten of iets, maar wel last van rode plekjes. En die zitten echt onderhuid, dus die kun je er bijna niet uitkrijgen. En je zult ook zien van nu is mijn huid best wel egaal en verder niet veel op aan te merken. Vooral niet als ik foundation op heb. Ik ben heel erg gevoelig voor agressieve producten. Als ik bijvoorbeeld producten gebruik met alcohol of met veel parfum, dan merk ik gewoon dat ik heel erg snel last krijg van onzuiverheden of pukkeltjes her en der. En natuurlijk, ik krijg ook wel heel erg vaak last van hormonale onzuiverheden. Dat heb ik gewoon één keer in de maand standaard. Heb ik gewoon last van hormonale onzuiverheden rondom mijn kin. En ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben, toch? Allereerst is het natuurlijk heel erg belangrijk om je huid goed te reinigen, maar niet te goed. En dat is bij mij wel eens misgegaan. Ik heb een tijd lang bijvoorbeeld agressieve producten gebruikt. Noem maar op, Clinique was niet goed voor mijn huid. Clinique heeft best wel agressieve producten. Er zit alcohol in. Vooral in die tonic. Ik weet niet of jullie die allemaal wel kennen. Ja, denk het wel inmiddels. Dat is die 1, 2, 3, 4. Dat is nu ongeveer 6 jaar geleden dat ik dat begon te gebruiken. En na 2 maanden dacht ik, oké, wat is er met mijn huid gebeurd? En toen ben ik ook gelijk gestopt. Toen ben ik overgestapt naar milde tonic. Nu gebruik ik sinds kort een micellair water. En dit is of van Bioderma of van L'Oréal. Dus die vind ik heel erg fijn. Maar wat betreft reinigen is het wel belangrijk dat je je huid af en toe eens exfolieert. En dat doe ik met deze Clarisonic. En een Clarisonic is een borstel die dus roteert en in roterende beweging de huid schoonmaakt. En nu gebruik ik sinds kort verschillende reinigers. Soms van kruidvat voor de gevoelige huid. Dat is zo'n gel in een roze tube. En soms gebruik ik dan een wat duurdere variant. Maar het is heel verschillend bij mij altijd wat betreft reinigers. Maar ik zorg er wel altijd voor dat er geen agressieve ingrediënten in zitten. Zoals alcohol, parfum en dat soort dingen vermijd ik altijd. Dus deze die vind ik heel erg fijn om te gebruiken voor mijn reiniging. En zo nu en dan gebruik ik ook wel eens een peeling. En dit laat ik wel eens doen bij een schoonheidsspecialist. Maar ook doe ik het wel gewoon eens thuis. Dat doe ik meestal doe ik dat 1 keer per week ongeveer. En daarvoor gebruik ik vaak de Darwin Aroma Peeling. En dit is een peeling, dat is eigenlijk een soort van crème. Die smeer je dan op de huid. En dan kun je gewoon de crème, wanneer het eenmaal is opgedroogd en een beetje is ingehard, dan kun je het zo van je huid af scrubben als het ware. Het haalt alle dode huidcellen weg. En dat werkt voor mij ook heel erg fijn. Als ik dit 1 keer in de week doe, dan ziet mijn huid er gewoon weer eventjes fris en gezond uit. En dan heb ik weer een beetje een glow de volgende dag. Het is dus een hele milde vorm van een peeling. En die gebruik ik erg graag. Nu ken je dit product misschien wel. Dit is namelijk de benzoyl peroxide, als ik het goed uitspreek. En deze wordt vaak aangeraden wanneer je bij de dokter komt. En die zegt van dit moet je gebruiken, want dit helpt heel erg goed tegen onzuiverheden. Ik kan je adviseren om het niet over je hele gezicht heen te verdelen. Want dit heb ik wel eens gedaan. En daardoor heb ik nu best wel vroegtijdig al een aantal van die lichte rimpeltjes gekregen. En dat is dus omdat mijn huid heel erg droog is geworden van dit product. En als je huid heel snel droog wordt, dan krijg je ook sneller rimpels. En
Ja, het is gewoon goed om alleen dit product te gebruiken op de buisjes zelf. Dus waar je een pukkeltje hebt, je kunt er een beetje op doen. Maar wat ik daarna wel altijd doe, is nog eventjes een dagcreme of een nachtcreme aanbrengen wanneer ik dit product heb gebruikt. Ook werkt het heel erg fijn in combinatie met tea tree olie. En wat ik dan doe, dan breng ik eerst een beetje tea tree olie aan op het buisje. En tea tree olie is gewoon heel erg verzorgend en een natuurlijk product. Dat is altijd goed voor buisjes, tenminste voor mij werkt dat heel erg goed. Een beetje tea tree olie, daarna breng ik de benzoylperoxide erop aan en daarna laat ik het eventjes allemaal intrekken. Half uurtje later of een kwartiertje later breng ik een beetje dag- of nachtcreme aan en dan ga ik ermee slapen of ik laat het gewoon zeg maar rusten. Dus dat werkt ook heel erg goed voor mij. Nog een product wat ik de laatste tijd graag gebruik is deze La Roche-Posay Effaclar Duo Plus, geloof ik. En dit is een corrective unclogging care anti-imperfections anti-marks crème. En dat wil zeggen dat het een crème is die er dus voor zorgt dat de roodheid ook vermindert van de onzuiverheden die je hebt gehad of die je nog hebt. En het zou ook dus imperfecties moeten verminderen. Ik merk dat mijn huid wel rustig is geworden door deze crème. 'S Avonds gebruik ik alleen deze crème op mijn huid. Dus dan reinig ik eerst mijn huid en daarna breng ik deze aan op mijn huid. En 's ochtends gebruik ik deze crème in combinatie met deze dagcrème van Olas. Dit is de Essentials Complete Sensitive SPF 15. Want hier zit geen SPF in en hier wel. Dus deze gebruik ik graag in combinatie met elkaar. En daarna breng ik meestal mijn foundation aan of helemaal geen make-up op. Ik gebruik deze nu sinds 2-3 weken ongeveer. En so far so good. Ik vind het een fijn product. En ik ben heel erg benieuwd wat het doet met mijn huid over 1 à 2 maanden. Want meestal moet je een product echt langer dan een maand gebruiken. Wil je dat het echt effect op de huid heeft. Dus dat kan ik je ook altijd aanbevelen. Probeer een product langer uit dan een maand. En niet na 2 weken al stoppen. Want dat had ik ook met de Clarisonic Maya. Had ik gebruikt een week lang. Kreeg ik opeens echt best wel veel kleine pukkeltjes rondom mijn voorhoofd en op mijn wangen. Ben ik het toch vol gaan houden, want ik dacht van ja, ik kan nu niet meteen al opgeven. Je huid moet er wel een beetje aan wennen. En toen ging ik door met een andere reiniging, namelijk met die van het kruidvat voor de gevoelige huid. Een roze tube is dat, zoals ik al net zei in het begin van deze video. En toen merkte ik gewoon dat mijn huid heel erg opklaarde en het werd juist mooi schoon en egaal. En ja, het werkte voor mij gewoon heel erg goed. Dus dat is iets wat ik nu heel erg toepas de laatste tijd en wat voor mij heel erg goed werkt. Omdat ik natuurlijk niet een heftige acnehuid heb, maar wel gevoelig ben voor onzuiverheden. Dus dit werkt voor mij echt prima. Wat je eet heeft wel invloed op je huid. Dat klinkt misschien heel suf en stom, maar dat heb je waarschijnlijk al honderden keren gehoord van iedereen. Dat als je chocola eet, dan krijg je pukkeltjes of als je veel suiker binnenkrijgt. Niet alles ervan is waar. Het een is een fabeltje en het andere, ja. Wat wel heel erg belangrijk is en waar ik ook baat bij heb gehad. En dat is veel water drinken. Natuurlijk is het bij iedereen verschillend. Mocht je nou tonnen water drinken per dag en je hebt nog steeds acne. Daar kan je verder niks aan doen. Daar heb je natuurlijk wel middelen voor. Je kunt bijvoorbeeld naar de dermatoloog gaan om speciale middelen te proberen voor acne. Maar probeer alsnog gewoon veel water te drinken. Want het is niet alleen goed voor de huid, maar ook gewoon voor je lichaam. En dan is het natuurlijk ook gewoon belangrijk om gezond te eten. Dus veel groente, fruit. Probeer gewoon genoeg groente en fruit binnen te krijgen op een dag. En niet dat je een dag overslaat en dan helemaal niks eet qua groente en fruit. Daarmee is het ook belangrijk om niet te veel stress te hebben. Want ik merk dat als ik een week heel erg veel stress heb van deadlines op werk. En ik moet veel dingen af hebben in mijn privéleven. Dat ik nog dingen moet regelen die gewoon niet haalbaar zijn vanwege de drukte. En fam en mijn eigen YouTube kanaal. Dan denk ik van oké. Rustig, focus je op wat je moet doen en probeer een planning te maken en niet stressen. Want als je stresst, zul je ook merken dat de huid onzuiver wordt. Iets wat ik bij mij heb gezien, maar dat is natuurlijk niet bewezen of zo. Dus of het echt zo is, weet ik niet. Maar ik heb wel gemerkt bij mij dat als ik minder stress heb, dat mijn huid er ook beter uitziet. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Dit is gewoon wat voor mij heel erg goed werkt, zoals ik al zei. En het is natuurlijk niet zo dat het wonderen doet voor mijn huid. Want ik heb nog steeds last van de rode plekjes. Gewoon altijd belangrijk om te proberen wat voor jouw huid goed is. En hou het langer dan een maand vol. Want echt dan pas zul je echt verschil gaan merken. En niet na een week al. Want dat is gewoon niet mogelijk. Ik hoop natuurlijk dat jullie wat hebben gehad aan deze video. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg! Ik vind het vooral heel erg handig. Ik ben echt obsessed met ringen. Oh ja, er kunnen ook oorbellen in. Ja, ik ben dus echt obsessed.